Yo, dit is de behind the scenes van Nerd, van Night Sean en Almost Normal. Wauw. Er zat veel werk in deze track, maar hoe is die gemaakt? Hier is de behind the scenes. Laat even weten in de chat, waar ben jij vanavond? Waar zit jij te kijken? Zit je achter je laptop? Zit je op je telefoon? Zit je in de tuin? Ben je op vakantie? Of ben je misschien wel Almost Normal? Ik ben bij Nigel Sean in de studio. Dat bedoel ik. Boom. Als jullie zo zien, zien jullie dat we al wel iets gemaakt hebben. Dus dat is wel heel erg tof. Dit is het. Nee. Oké, maar dit is dus een beetje het loopje. Maar ik heb dus een refrein geschreven. Baby, ik ben een nerd. Altijd. Ik speel Minecraft en ook GTA 5. En je weet, ik heb geluk. Want jij bent de knapste en je kiest voor mij. Dat wordt het toch? Dat is toch fucking vet? Een Almost Normal die nu ongemakkelijk vindt worden, want... Het is stil opeens. Mag ik het ook inzingen, zeg maar? Ja, tuurlijk. We gaan gewoon... Dit is een Almost Normal Voice of the Volant Masterclass. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, maar het is ook leuk. En de clip, die ga ik schieten. Wordt het heb je scheet gelaten? Nee. Oh, ik wel. Baby, ik ben een nerd. Altijd. Ik speel Minecraft en ook GTA 5. En ik weet het. En dan kun jij bijvoorbeeld ook een lage nerd, 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 nerd. Ja, precies. Dat was fucking vet. Ja. Baby, ik ben een nerd. Altijd. Ik speel Minecraft en ook GTA 5. En ik weet, ik heb geluk. Want jij, je bent de knapste en je kiest voor mij. Ja, baby. Fucking goed, fucking goed. Wacht even. Het klinkt gewoon goed. Hij is inderdaad wel cool, man. En nou met mij erbij. Baby, ik ben een nerd. Altijd. Ik speel Minecraft en ook GTA 5. En ik weet, ik heb geluk. What the fuck? Want jij. Het klinkt hard, ouwe. Jij bent de knapste en je kiest voor mij. Oké, let op. Vet mensen. Fucking vet. Moet je horen. Gewoon nu al. Hij staat gewoon al. Gewoon... Baby, ik ben een nerd, 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 nerd. Nerd, 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 nerd. Fucking vet. Nou, doen we dit nog een keertje. Je bent een fucking snel gast. Wie had gedacht dat Barend zo kon zingen, hè, mensen? Komt hij nog een keer? Fucking vet. Moet je horen. Even alles bij elkaar zonder muziek, hè. Barend en ik, zonder muziek, gewoon met muziek zetten we uit en gewoon Barend en ik, hoe wij op elkaar zijn afgespeeld qua stem. Dat is best wel ziek, hè? Dat is echt ziek, hoor dit. Dit is episch. Baby, ik ben een nerd, altijd. Ik speel Minecraft en ook GTA 5. En ik weet, ik heb geluk, want jij... Jij bent de knapste en je kiest voor mij. Ja, baby, ik ben een nerd, 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 nerd. Nerd, 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 nerd. Ja, baby, ik ben een nerd, 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 nerd. Kippenvel, man. Holy shit. Nerd, 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 nerd. Fucking ziek. Het refrein was af. Nu moesten Nigel en ik alleen nog onze rapstukjes maken. Gewoon los te laten. Zo, kijk, weg. Gewoon los en we gaan gewoon... Vasthouden. Ja, het moet dus liefde zijn... Wat ik denk, gewoon als songwriter zelf, ja, moeten het niet te moeilijke games zijn. Minecraft is natuurlijk toegankelijk, dat kent iedereen. Mario Kart. Mario kent iedereen.
World of Warcraft, weet je wel, allemaal van dat soort dingen. Je speelt geen World of Warcraft, maar ik vind je wow. Hey, ben je too? I choose you. I don't wanna catch a mark, I got you, boo. Ben niet bang over de liefde, noem me Scooby-Doo. Kom uit de Hidden Thief en gebruik mijn jutsu. Oh, hey, ik speel geen Warcraft, maar ik vind je wow. Wil je vangen elke dag, net als Pokémon Go? Ik zal alles voor je doen, Super Mario. ADHD, maar naar jou blijf ik staren, though. Hey. Nou, die van mij is al 4. Ik moet er nog 4. Okay, let's go. Je bent mijn Pikachu, I choose you. I don't wanna catch him all, I got you, boo. Ben niet bang voor de liefde, noem me Scooby-Doo. Kom uit de Hidden Leaf Village en gebruik mijn jutsu. Ja, yes! En fam, let's go! Je bent mijn Pikachu, I choose you. I don't wanna catch him all, I got you, boo. Ben niet bang voor de liefde, noem me Scooby-Doo. Kom uit de Hidden Leaf Village en gebruik mijn jutsu. Woo! Ja, let's go! Ja, let's go! Je bent mijn Pikachu, I choose you. I don't wanna catch him all, I got you, boo. Ben niet bang voor de liefde, noem me Scooby-Doo. Kom uit de Hidden Leaf Village en gebruik mijn jutsu. Ben jij imposter in Among Us? Want alsof je een vent. Vent, als je imposter bent. We horen samen als imposter en als en ik ben je vent. Jij bent mijn imposter en ik ben je vent. Yo! Dat is wel vet. Scooby-Doo, kom uit de Hidden Leaf Village en gebruik mijn jutsu. Super, top. Echt, geweldig. Nigel Sean, repeat hier zo. Vergeet je tekst gewoon anders. Terwijl je hem voor je neus hebt. Dat is, weet je, ik vergat mijn tekst zonder tekst. Jij vergeet je tekst met tekst voor je hoofd, zeg maar. Het is... Je hebt gewoon die tekst voor je neus en je vergeet gewoon te zingen, gewoon. Je bent mijn power up altijd als ik down ben. Je bent het vuur om me heen alsof je fire bent. En je weet je bent heet alsof je fire bent. Jij bent mijn imposter en ik ben dan je fan. Yes! Let's go! Je bent mijn start. Ik sta klaar aan de start. Het is een race naar je hart. Het is een Mario Kart. Oeh, dan hebben we nog een Mario Kart referentie. Ja. Schrijf hem op. En ik ben dan je fan. Het is een race naar je hart. Ik sta klaar bij de start. Net als Mario Kart. Oké, dat is 1. Het is een race naar je hart. Ik sta klaar bij de start. Net als Mario Kart. Ben obsessed door je blik, neem je mee net als pauze. Pak een botlane, push je samen de touwen. Zelda en Link, dus ik ga met je trouwen. Voel me Super Saiyan, it's over 9000. Dat is hem. Heel hard. Hij is heel hard. Dat is hem, gewoon. Hij is gewoon heel hard. Ik denk dat het misschien wel toffer is, omdat de track dan natuurlijk net pas begint. Ja. Het is een beetje raar als ik dan al begin met hypen ofzo, ik weet niet. Je kiest voor mij. Jij speelt geen Warcraft, maar ik vind je wow. Wil je vangen elke dag, net als Pokémon Go? Ik zal alles voor je doen, Super Mario. ADHD, maar naar jou blijf ik staren, doe. Ben obsessed door je blik, neem je mee, net als Bowser. Pak een bot, neem, push je samen de tower. Zelda en Link, dus ik ga met je trouwen. Voel me Super Saiyan, yeah, it's over 9000. First try! First try! Super Saiyan, yeah, it's over 9000! Nice. Pak een bot lane, push je samen de tower. Zelda en Link, dus ik ga met je trouwen. Voel me Super Saiyan, yeah, it's over 9000! Nice! Dat is vet. Ja, die is vet. Dat is vet. Nerd, 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 nerd. Yeah, baby, it's a nerd! Oh yeah! Oh, 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 oh. Yeah, baby, it's a nerd! A nerd, a nerd! Yeah, baby, it's a nerd! Yeah. Oh, die lacht ook! Wat die grappig! Wat? En zo is deze track ontstaan. Maar dit was niet het enige, want we hebben ook een clip gemaakt. Hey yo, waar zijn we nou weer ineens? We zijn weer Nigel. We gaan vandaag... wat gaan we doen? Oh, dat is van Pokémon. Dat ging gewoon beter.
Oké, we zijn nu bij Nigel thuis. We gaan vandaag namelijk de clipshoot van Nerd opnemen. We hebben vandaag de clipshoot van Nerd. Daarom heb ik ook een mooie Ash t-shirt aan. En jij ziet er ook echt wel uit als een nerd. Nee, ik heb het daar liggen. Ik ga hem zo meteen transformeren. Dan ga ik zo staan en dan... Oké. Maar in ieder geval, we hebben vandaag dus de clipshoot. We gaan wat leuke dingetjes opnemen. Er komen wat mensen langs. We gaan gewoon kijken wat we van gaan maken. En ik neem jullie mee, want ik heb de behind the scenes. En ik heb nu een bril. Maar dit is in ieder geval de kamer voor de verbouwing. En we gaan nu even verbouwen en klaarmaken. En Bob Verbouwer, kunnen wij het maken? Ja. We zijn het aan het nerden. We zijn het aan het generden. We zijn het aan het generden, ja. Hier de PlayStation 2 games. Let's go. Huts. De Pikachu. De Gundam daar beneden is ook vet. Die we niet gaan zien, maar dat maakt voor de rest niet heel veel uit. Oh, je gaat het nu naar boven doen. Ja, maar ik ga ook even de PlayStation daar neerzetten. Oh, sick. Sick. Kijk, hier hebben we allemaal toffe attributen. En dan wordt ongeveer het shirtje, gaat echt maar dit worden zo. Heel cool. Dus hier zijn we nu mee bezig. We gaan nu verder met opbouwen en dan zien jullie zo als het klaar is. Nigel. Ja. Wat gaan we nu doen? Greenscreen fixen. Ja, deze. Ja, die hebben we al. Oh. Maar ik moet ook nog hier greenscreen krijgen, zodat we alleen de hoofden kunnen uitknippen. Dat moet je fixen dan. Dat gaan we nu fixen. Oké. Okay. What up, baby? How you doing? Snap je greenscreen fixen? Ja, nou, we gaan nu naar nog even een winkel of nog kleine inkopen doen. En dan gaan we zo meteen de gasten ontvangen die ook mee gaan spelen in deze clip. Ik ben heel erg benieuwd. We zijn nu aan het kijken voor greenscreen, maar we raken een beetje afgeleid hier. Ja, want dit is echt... Ja, we moeten door. Nee, we zijn nu in een soort van alles, je hebt hier alles winkel. En we gaan dus even op zoek naar een greenscreen. Maar voor een green pak of zo, weet ik veel. We gaan dat nu even regelen, dus daar zijn we nu mee bezig. Ja, en we hebben het niet gevonden, maar we staan nu wel ineens in de appie. Goed. Ja. Ik speel Minecraft en ook GTA San Andreas. Hey, we hebben een set ongeveer klaar. Hier komt zo meteen mijn camera. Die ligt daar, ligt mijn camera. Maar die komt hier zo. Dan gaan we het inrichten. En dan hebben we zo de mooie set. Dan moet Nigel zich nog even omtoveren naar een nerd. Jij ook. Oh nee, wacht. En dan gaan we zo gamen. En dan is dat clip. Oh my god, it's Nigel Sean. Ik ben bijna normaal. En dan nu de bloopers. Kijk, oh, lekker koekje. Oh, lekker koekje. Ja, dat is echt kut. Opnieuw. Oké. Ja. Nu weet ik het voor de volgende! Ja. Nu weet ik het voor de volgende! Oh, we hebben Ryan exposed. Oh ja, kut! Ja, sorry! Hij moet zich nog verstoppen. Rustig aan. Oké. Okay. Hide and seek. Ik speel door hide and seek met streamers. Op zes pakken dan, Max. Nou, Leclerc zat hem eigenlijk op de hielen net. Oké, okay, let's go! Alright, en dat waren een beetje de bloopers zoals jullie konden zien. We zijn namelijk al lekker bezig met Nigel, je hebt geen shirt aan, Nigel. Oh, het is geen Twitch. Het is geen Twitch, inderdaad. We hebben ook een Ryan, die staat daarachter. Ik sta nu achter de camera. Dat betekent dat jullie mij niet kunnen zien, behalve de reflectie. Oh nee! Nee, dat kan niet. Oh, nu heb ik een glazen! Ja, we hebben dus net gewoon hier alles even opgenomen. We gaan zo meteen nog wat green screenshots maken. En dan zijn we er alweer klaar mee. Dan gaan we de montage in. Editor! Dankjewel voor die toevoeging. Oké, we hebben dus net hier zo bij de greenscreen opgenomen. Wie wil daar even gaan staan? Oh, kijk. Dit is zeg maar voor en dit is zeg maar na. Wow, Larissa, wat heb je opeens een baard groeien? What the fuck, Larissa? Hop! Ah, oh, dat is wel jammer. Maar ja, het is gelukt. We zijn gerapt. Oh ja, kom maar even bij. We doen even een rap. Het is een rap. Het is een rap! Oké. Okay. Ja. Nou. Maar gelukkig, je kunt er weer wachten, want het is nu spits. Oké, doei.
Ik hoop dat jij deze behind the scenes een beetje leuk vond. Ik vond het heel leuk om te zien en de clip is echt enorm goed gelukt. Heb jij deze nog niet gezien? Klik dan op het linkje in de beschrijving en natuurlijk staat er ook de link naar de Spotify. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. Zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer en tot de volgende keer. Later!